In deze video gaan we kijken naar de vermogens die Nederlanders hebben. Het CBS heeft hier onderzoek naar gedaan en ze hebben gekeken naar bepaalde leeftijdscategorieën, welke vermogens deze leeftijdscategorieën dan hebben en of dat vermogen dan vooral in spaartegoeden zit of in het huis of effecten of andere dingen. Hiermee hoop ik dat een beetje een inzicht te kunnen krijgen en ook geven aan jullie van de vermogens die Nederlanders hebben. En we kunnen dit dan een beetje vergelijken met de vorige video die ik heb gemaakt van welk vermogen zou je op een bepaalde leeftijd moeten hebben om later financieel onafhankelijk te kunnen leven. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus als je hier meer over wil zien, abonneer dan even op dit kanaal. Alle links en informatie die ik in deze video bespreek, zul je onder deze video vinden. En in deze video gaan we dus kijken naar de vermogens van Nederlanders. En het CBS heeft dit onderzocht, zoals ik al heb gezegd. Voordat we de informatie in deze video kunnen gaan bespreken, zijn er een paar punten die we aan moeten halen, die van belang zijn om te weten voordat we hier dus mee beginnen. En het eerste daarvan is dat zij telkens spreken over een doorsnee vermogen. Dit is anders dan het gemiddelde vermogen. Het doorsnee vermogen is namelijk zeg maar de mediaan. En dat wil zeggen, als er 10 mensen zijn, of eigenlijk 11, dat is wat beter, dan pakken we het vermogen van die middelste die in het midden staat. Dus de 6e persoon in dit geval. En dat vermogen gebruiken we als doorsnee. Dus er zijn de helft van de mensen is rijker en de helft van de mensen is armer. Maar dat wil niet zeggen dat dit ook het gemiddelde is. Het kan dus best zijn dat die 6e persoon hoger zit dan het gemiddelde, of misschien wel lager. Maar op die manier gaan ze dus deze informatie behandelen in deze video. Het tweede punt waar we rekening mee houden is dat ze hier spreken over Nederlandse huishoudens. En huishoudens bestaan gemiddeld uit 2,2 personen. Dan zijn het vaak dus de kinderen, maar we zullen, als je een beetje deze cijfers bijhoudt, houden we dan rekening mee dat de vermogens die besproken worden in principe over 2 volwassenen gaat. En dat je dus terug moet rekenen als, stel je bent alleen en je wilt het terugrekenen aan jouw situatie, dat je dan gewoon alle bedragen die je hoort deelt door 2. En als laatste neemt het CBS de pensioenen die mensen hebben opgebouwd niet mee in deze berekening. Dat heeft 2 redenen. Ten eerste, pensioen wat mensen zelf opbouwen voor bij hun werkgever, daar heeft het CBS geen inzicht in. En de tweede, het algemene vermogen, dus de AOW, dat in principe komt uit een algemene pot. Dus niet per se voor die persoon bestemd. Dat is nu al nog niet bekend welk gedeelte hij krijgt. En ook als eventueel een persoon overlijdt, is het geld wat hij toen recht op had, is niet overdraagbaar. En op die 2 manieren wordt dit dus niet meegenomen in deze berekening. Dus hou er rekening mee. De vermogens die je hoort in deze video, in dit rapport, daar wordt geen rekening mee gehouden met pensioenen. Laten we dan meteen maar gaan kijken naar wat de vermogens zijn van Nederlanders. En ze houden hier in dit rapport rekening met 2 cijfers. Het ene bedrag is het vermogen met het huis meegerekend. En het andere bedrag is het vermogen zonder dit huis. En je zult zien dat de laatste jaren er weer een stijging is geweest. In 2008 was dit nog het hoogste. Maar toen kwam de crisis en vooral omdat de huizenprijzen dus erg daalden. Daalde ook het vermogen van de Nederlanders. Maar de laatste jaren corrigeert het zich weer. Kijken nou naar deze cijfers, dan zien we dat in 2017 een gemiddeld huishouden 28.300 euro aan vermogen had. En dit was met het huis meegerekend. Zonder huis zou dit uitkomen op 14.100 euro. Vergelijken we dit bijvoorbeeld met 2013. Toen waren deze bedragen nog 17.200 en 11.300. En dat is dus eigenlijk een beetje het dieptepunt geweest. Want we zagen in 2008, dus eigenlijk het jaar dat de crisis uitbrak, toen waren de vermogens nog 46.900 en 14.600 euro aan vermogen. In het ene geval met huis en in het andere geval zonder huis. Van een gemiddeld Nederlands gezin in ieder geval. Maar hoe is dit vermogen dan verdeeld tussen Nederlanders? Nou, het CBS maakt hiervan gebruik in telkens in stappen van 10%. Dus ze pakken de onderste, armste 10%, de 10% daarna, sowieso verder tot en met de rijkste 10%. En wat je dan ziet in dit rapport is dat de onderste 30%, dus zeg maar 3 op de 10 Nederlanders, heeft of een negatief vermogen of geen vermogen opgebouwd. En daarbij valt op dat de huishoudens met de laagste 10% aan vermogen meer schulden hebben dan bezittingen. En dat juist het meeste vermogen, zoals wel te verwachten was, bij de rijkste 10% zou zitten. Dit zie je ook terugkomen in de grafiek waarin telkens wordt gekeken naar welke 10% van de bevolking welke vermogens heeft. En dit onderverdelen ze dan telkens in bezittingen en in schulden. En daarin zie je natuurlijk dat dan, zoals gezegd, de armste 10%, de laagste groep, meer schulden heeft dan bezittingen. En je ziet dan tot en met de 3e groep dat het eigenlijk weg hebt. Dat er geen vermogen en geen schulden zitten. En pas na de rand zie je weer vermogens toenemen. En schulden nemen ook toe, maar in mindere mate. En vaak zijn dit natuurlijk de hypotheekschulden die mensen hebben. En zoals gezegd, bij de grootste groep, bij de laatste groep, zit het meeste vermogen. Terwijl ze op zich een relatief laag schuldenpercentage hebben of een schuldenbedrag hebben. Dus het meeste geld zit natuurlijk bij die rijkste 10% van de Nederlanders.
Maar zoals gezegd heeft het CBS ook gekeken naar leeftijden en bij welke leeftijden horen bepaalde vermogens. Nou, zoals je kunt verwachten zijn natuurlijk de oudere mensen die hebben het meeste vermogen en juist jongere mensen hebben vaak het minste vermogen of de meeste schulden, zo kun je het ook zien. Tot de laagste 10% van Nederlandse vermogens behoren vooral jonge huishoudens. Dit zijn mensen die natuurlijk net een huis hebben gekocht bijvoorbeeld, dus daar zit al bijvoorbeeld wat schuld natuurlijk tegenover en ze hebben misschien veel geld geïnvesteerd in hun huis wat niet altijd meer waarde oplevert, dus daardoor zul je zien dat zij juist degene zijn die veel schulden hebben. En naarmate mensen ouder worden wordt het huis natuurlijk vaak afbetaald. Het zijn ook mensen die vaak het huis goedkoop hebben kunnen kopen en inmiddels is het huis natuurlijk veel meer waard geworden. Dus die combinatie, dus zul je zien dat oudere mensen vaak veel vermogen hebben zitten in hun huis. Kijken we dan deze 65 plus huishoudens, dan zul je zien dat in 2017 het gemiddelde bedrag, of het gemiddelde doorsnee vermogen, 113.000 euro voor deze mensen bedroeg. En ook al deze gegevens zien we weer terug in een grafiek waar we dus nu gaan kijken naar de vermogens in combinatie met de leeftijden. Zoals gezegd, tot 25 jaar zie je dat vooral een groot gedeelte al een negatief vermogen heeft. En bijna iedereen valt met een vermogen tot aan 100.000 euro. Als je dan gaat kijken naar 25 tot 45, dan komen er al langzaamaan wat mensen bij die een vermogen hebben van meer dan 100.000 euro. Maar vooral nog steeds het grootste gedeelte blijft dus onder die ton zitten aan vermogen. Eenmaal 45 tot 65, dat is de periode dat de meeste mensen zijn huis afbetaald hebben. Of in ieder geval gaan afbetalen voor een groot gedeelte. En dan zul je zien dat ook de vermogens toenemen. En dan eindigen we met 65 jaar en ouder. En dan zie je bijvoorbeeld, zoals gezegd, het doorsneevermogen van deze mensen was 113.000 euro. Maar inmiddels heeft al 11% van deze mensen een vermogen van 500.000 euro of meer opgebouwd. En van eigenlijk al deze mensen komt er eigenlijk naar voren dat, dat de woning juist het grootste vermogensdeel is. In het totaal is het zelfs 58% van de bezittingen van de grootste, vormt eigenlijk het grootste vermogensbestanddeel is dus die huizen. En daarna volgen pas bank- en spaartegoeden met 14% en aanmerkelijk belang. Dus bijvoorbeeld in vennootschappen die ze hebben, dat volgt met 9%. En waar wij het dan natuurlijk vaak over hebben zijn effecten, dus aandelen, obligaties, dat soort dingen. Nou, dat maakt eigenlijk deel uit van 6,1% van de bezittingen zijn effecten. Dus eigenlijk wel een relatief laag bedrag. Vooral, dus weinig mensen zijn hiermee bezig, zie je wel. Of ze hebben dingen in hun eigen onderneming, aanmerkelijk belang. Maar het grootste gedeelte van de mensen heeft het dus eigenlijk gewoon op de spaarrekening staan of het zit vast in hun huis. En dit waren dan de bezittingen. Als we gaan kijken naar de schulden, dan zien we juist dat de hypotheekschuld het grootste is. Er is in totaal 823 miljard euro aan schulden die Nederlanders hebben. 86% daarvan is hypotheekschuld. 12% is overige schulden. Er kan dingen op afbetaling gekocht zijn bijvoorbeeld. En 1,9% zijn studieschulden. En dat is ook iets wat terugkomt in dit rapport. De laatste jaren stijgen studieschulden telkens. Dit komt waarschijnlijk doordat mensen het leningstelsel onder andere ook is aangepast trouwens. En je zult dus zien dat de gemiddelde schuld die iemand meeneemt, neemt ook telkens toe. En je weet allemaal dat studieschuld een behoorlijke impact kan hebben op bijvoorbeeld het hypotheekbedrag dat je kan lenen bij de bank. Dus het is belangrijk om eigenlijk altijd studieschuld in de gaten te houden. Maar deze mensen kunnen er vaak niks aan doen door het stelsel wat zich nu heeft ontwikkeld eigenlijk, zul je zien dat de studieschuld gewoon stijgt. In 2017 was de totale studieschuld 15,5 miljard euro en dat is 1,6 miljard meer dan het jaar daarvoor. En de studieschuld loopt zoals gezegd elk jaar op en was bijvoorbeeld in 2017 60% hoger dan in 2011. Dus het gaat best wel hard en waarschijnlijk voor de komende jaren zal deze schuld eigenlijk alleen maar toenemen. Het zou natuurlijk het mooiste zijn als studenten vaak dit geld dat ze krijgen, wat ze bij kunnen lenen, gebruiken voor hun studie. Maar vaak gebruiken ze ook voor andere dingen. En dat is natuurlijk wel belangrijk. Ja, dat dit altijd impact heeft voor de rest van je leven. Dus daar ga ik waarschijnlijk nog een video over maken. Lijkt je dit nou een interessant onderwerp? Dus meer over studieschuld, laat dan even onder deze video weten wat je graag wilt weten. Dan neem ik dat mee in die volgende video. En zo zie je maar dat dan de Nederlanders op zich wel iets meer vermogen hebben dan de laatste jaren. Want dat eigenlijk nog steeds niet zo heel veel is, vind ik persoonlijk in ieder geval. Als we gaan kijken naar een gemiddeld doorsnee Nederlands huishouden, zit dit vermogen dus op 28.300 euro met het huis meegerekend. Doen we dit nou zonder huis, dan halveert het eigenlijk naar 14.000 euro dat ze hebben aan vermogen opgebouwd. En dit is eigenlijk voor twee personen. En zoals we eigenlijk hadden gezien in mijn video van de vorige keer, met welke vermogens moet je hebben en vooral belegd vermogen om later bijvoorbeeld financieel onafhankelijk te kunnen zijn. Dus
om van je vermogen te kunnen leven zonder te werken, dan moet het veel hoger zijn. En aangezien de doorsneevermogens zijn, als je gaat kijken naar de mensen die tot 45 jaar, hebben ze eigenlijk vaak weinig vermogen opgebouwd. En het vermogen wat ze hebben zit dan vaak nog in het huis. En er staat een hele grote schuld tegenover. Dus mensen doen zich vaak wel voor alsof ze de nieuwste auto hebben, 3 keer per jaar op vakantie gaan, dit doen, nieuwste kleding, noem het allemaal maar op. Maar eigenlijk als je dit uit dit onderzoek komt wel naar voren dat mensen zich dus het geld wat ze hebben vaak, wat ze binnenkrijgen, heel vaak meteen uitgeven. Dus ze hebben eigenlijk weinig bezittingen, maar vooral veel verplichtingen, zoals een huis, een auto, noem het allemaal op. Dit is natuurlijk wat ik al eerder heb besproken in video's en nu zien we het gewoon naar voren komen. En waarschijnlijk ben jij daar op dit moment totaal anders mee bezig. Jij kijkt juist eerder naar bezittingen in plaats van verplichtingen. En je kunt dus ook zien hoe jij je kunt onderscheiden van de rest van Nederland. Dus doe je eigen niet voor alsof je rijk bent, maar zorg er gewoon voor dat je rijkdom opbouwt. Dat is natuurlijk weer mijn advies voor deze video en eigenlijk van mijn hele kanaal. En mocht je hier meer video's over willen zien, zoals gezegd, maak ik elke week 2 video's over dit soort onderwerpen. Persoonlijke financiën, investeren en beleggen en passief inkomen. Dus zoals gezegd, ben je nog geen abonnee van dit kanaal, maar wil je wel meer zien, abonneer dan op dit kanaal. Vond je nou een leuke video, geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder, geef even een duimpje omlaag. En laat ook in de reacties onder deze video weten waarom je het goed vond of minder goed. Dan neem ik dat mee in de volgende video's. We hebben ook weer een Discord chat opgericht, inmiddels al een paar mensen erbij. Dus we kunnen daar gaan chatten over van allerhande dingen. Als je vragen hebt of opmerkingen, die kun je dus onder deze video plaatsen, maar die kun je ook in die chat gebruiken. Dus ik zal ook weer een linkje daarna plaatsen onder deze video. En dan zie ik jullie graag in de volgende video terug, van aanstaande vrijdag. En in die video gaan we kijken naar de 10 rijkste Nederlanders. Wie zijn dit? Welke vermogens hebben ze? En hoe hebben ze dit opgebouwd? In welke sectoren? Welke bedrijven? Noem het maar op. We maken daarvan gebruik van de quote 500 van afgelopen jaar. Dus als je daar meer over wil zien, graag tot aanstaande vrijdag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.